So I took a boat to an island so remote, only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was boiling out of tears. Then I saw you. Heel graag. Nou, omdat hier zeg maar alle beroemden zo heb geturnd en zo. En crazy how that shipwreck met my ship was coming in. We talked till the sun went down. Love on the Puget Sound. My treasure map was on your skin. Beauty in the water. Angel on the beach. Ocean's daughter. Ja, het kon wel iets beter. Maar omdat wat dingen niet goed gingen en zo en vroeger ook niet. Dankjewel. En ja, de rest gaat wel gewoon goed. En nou bal ik nog. Het belangrijkste is eigenlijk dit. Dat ik dit heb bereikt. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gewonnen omdat ik geblesseerd was. Maar tot nu toe heb ik 1 gouden medaille gewonnen op het NK. Selecties opgesteld een half jaar geleden nu ongeveer en we hebben 5 gezamenlijke trainingen gedaan en het idee van Martin Nijkamp was eigenlijk degene die dat eigenlijk opgezet heeft om ze nog wat extra's te bieden als motivatie om in de Strix te zitten en toen kwam eigenlijk een plaatsje vrij in Ahoy en daar hebben we het team samen zijn van de districten hebben we belangrijk gemaakt en hebben een mooie teampje samengesteld van de 5 beste meisjes. En zodat je echt, als je in een districtselectie zit, ook erbij hoort en ook kan zien van het is een meerwaarde om erin te zitten. Dat is eigenlijk de opzet. En de andere deel erachter is dat ze moeten leren samenwerken en dat de coaches meegaan en dat ze begeleid worden een keer door iemand anders. En dat ze gewoon een hoop ervaring op doen en een hoop plezier hebben. Ging wel leuk. Ja, het ging wel goed. Een hele grote zaal. En je kan hele grote dingen laten zien dat je kan. Celine. Ja, Celine. Omdat dat heel erg goed is. En ze heeft aan de Olympische Spelen meegedaan.